Wanneer zijn jullie met dit hotel begonnen? We hebben dit hotel 1 augustus 2019 overgenomen. En dus zijn nu net iets meer dan een jaar bezig. En we zijn met het Enjoy concept zoals we het nu draaien pas sinds februari bezig. Oké, dus niet vanaf het begin? Nee. En jullie hebben ook alles gerenoveerd, of niet? Wij zijn begonnen met een renovatie. We hebben natuurlijk een stukje corona ertussen gehad, waardoor we een tijdje niks hebben kunnen doen. Ja. Maar we zijn eigenlijk net weer begonnen. We zijn net een nieuwe vlonder buiten op het buitenterras waar we nu zitten gebouwd. En we zijn met de kamers bezig, dus we zijn nu weer heel hard aan het renoveren. Ja. Wat kan de gast verwachten als hij aankomt? Bij incheck is het allereerste wat we doen nu in verband met de coronamaatregelen. Eerst een vragenlijst invullen. En vervolgens als hij op tijd is in de middag, dan kan hij nog lekker meelunchen. We beginnen altijd 's middags met een gezellige lunch in het restaurant. En nadat ze geluncht hebben, kunnen ze aan de balie terugkomen om te kijken of de kamers al schoon zijn. En als ze al schoon zijn, kunnen ze meteen naar boven. We vertellen ze wat het programma zal zijn met de avondwandeling op de eerste dag. Dat is altijd heel erg gezellig. We hebben altijd gidsen geregeld. Afhankelijk van de hoeveelheid gasten hebben we er 1 of 2 gidsen. En dan vragen we de gasten om een lijst in te vullen om te kijken wat ze willen voor de komende dagen. Voor de lunch, of ze mee willen lunchen, of een lunchpakket willen. En voor het diner iedere avond om 6 uur gaan we met z'n allen gezellig aan tafel. En doen we een dinertje uitserveren. En dat doen we ook iedere avond op de tafel. Ligt dan een minuutje klaar wat ze de dag daarna weer mogen kiezen. En zo doen we dat gedurende alle 5 dagen. Valkenburg zelf, wat hier een beetje in de buurt is, wat kan je dan allemaal bezoeken? Voor het wat seniorenpubliek hebben we natuurlijk het centrum zelf. Heel veel winkeltjes, hele leuke terrasjes. En de gemeentegrot heel erg leuk, Fuelengrot heel erg leuk. En het voordeel van de gemeentegrot is ook nog eens dat je er met een treintje in kunt. De catacomben als zijn een museum, heel erg interessant over de historie van Valkenburg. Het museum zit ook in het centrum. Museum zit ook in het centrum, ja. Dus dat zijn allemaal dingen die je op loopafstand kunt doen.